Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Striebos en mijn gast is Kees van Dam. Welkom Kees. Ja, dankjewel. Je moeder zei, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. En daarom mag ik jij zeggen en dat vind ik een hele eer. Kees, welkom. Ja, ja dankjewel. Jij bent van de politiek. Je bent van de politiek, maar daar gaan we het niet over hebben. Nee, dat kondigde je al aan. Daar heb ik geen zin in. Dat is wel mooi, is dat. Ja. Dat er is al zoveel gezegd over die dat politiek. Dat zal wel, want en, ja, ik heb een directe lijn met die politiek inderdaad. Ja. Jarenlang raadslid geweest, fractievoorzitter geweest. Ja, behoorlijk actief geweest in het politieke speelveld. Dus ja, daar kennen heel veel mensen me van, denk ik. Ja. Ja. En eigenlijk vinden we het... Vind ik het leuk om eens te weten wie is de man achter de politicus. Want je bent, eerst even, je functie nu, je bent fractievoorzitter. Ja, dat klopt. Van de SGP. Ja. 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 Even voor de mensen, wat is een fractievoorzitter? Ja, je hebt in de raad heb je een aantal partijen. En dat zijn er al naar gelang er mensen gekozen worden. In ieder geval meer dan één. Dat zijn er... Soms 5, 6, 7 verschillende partijen. Ja. En die vormen met elkaar een fractie. En dat kan een eenmansfractie zijn. Hè. Als je alleen als partij in de raad zit, dan heb je een eenmansfractie. Maar zit je bijvoorbeeld zoals wij nu met 7 man in de fractie, dan heb je een fractie van 7 man. Nou, je begrijpt dat in zo'n geval is het wel handig om een fractievoorzitter te hebben als je wat groter bent. En volgens mij is dat degene die het beste in mensen naar boven haalt. Zo beschrijf ik het maar. Ja. Ik geef geen leiding, ik geef geen stuur. Mensen hebben talenten genoeg. En het is misschien mijn rol om die talenten naar boven te halen. En misschien wat dingen te coördineren en samen te brengen. Maar een belangrijkste taak van een leidinggevende, de belangrijkste taak van een fractievoorzitter vind ik eigenlijk, haal het beste in mensen naar boven. Hoe doe je dat dan? Ik denk dat een heel belangrijk iets is mensen vertrouwen geven. Mensen in hun kracht laten staan. Maar mensen ook de kans geven om dingen naar voren te laten brengen. Ja. Want je ziet het vaak, hè, als je met meerdere mensen aan tafel zit, dan is het 1, 2, 3 misschien mensen die het woord voeren, die vrij dominant zijn en de rest houdt zich lekker stil. Ja. En ik denk dat een voorzitter in zo'n geval de taak heeft om juist diegene die niet zoveel zegt, om die ook het woord te geven en ook die te laten schijnen. En dan sta je soms ook versteld dat juist diegene die altijd zo stil is, dat die vaak de mooiste dingen weet te zeggen. Mm. Dat vind ik mooi om dat naar boven te halen. En ja, zo met elkaar die eenheid te vormen die je in een bedrijf, maar ook in een fractie nodig hebt. Want uiteindelijk probeer je wel naar buiten toe te treden als één. Ja. Dus jij stuurt van onderaf. Klein beetje van onderaf. Ja, ik coach meer. Zo noem ik het liever. Ja. Sturen, dat klinkt weer zo stuurderig. Oké, je stuurt niet, je coacht. Ik coach. Je leidt. Ja, precies. Ja. Ja, dat probeer ik te doen. Okay. Ja. En hoe lang heb je dat gedaan? Dat heb ik. Ik ben ruim 20 jaar zit ik in de raad. En ik ben daarvan 15 jaar fractievoorzitter geweest. Zo. Dus dat doe ik 15 jaar. Dus dat is best een lange periode. Ja. En veel werk. Ja, heel veel werk. Gemiddeld toch wel 2, 3 avonden per week dat je daarmee mee bezig bent. En dan echt weg. Maar ook thuis de voorbereiding, het leeswerk. Ja. Het zijn natuurlijk best hele dossiers die voorbij komen. Dus dat vraagt veel tijd. Ik moet er niet aan denken. Heerlijk. Ja. Ja, okay. Vergaderen is leuk. Ja, als het niet het vergaderen om het vergaderen is. Nee, maar dat moet het niet zijn. Maar als je echt met elkaar zaken bespreekt en op een leuke manier met elkaar bezig ben, dan is dat best leuk. Ja. 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 Niet ja. iedere vergadering is leuk hoor, maar nee. Gemiddeld genomen vind ik het wel leuk. Is het toegenomen nu het één gemeente is geworden? Ja, het is meer geworden. Het aantal vergaderingen is meer geworden, maar ik denk ook dat het aantal dossiers is gewoon anders geworden. Het is lastiger geworden, omvangrijker. Ja. Grotere dossiers die voorbij komen. Lastige beslissingen die je soms moet nemen. Dus er is wel wat veranderd. En minder persoonlijk ook. Ja, absoluut. Ja, ik mag vanuit ervaring van 20 jaar spreken. Als ik dan 20 jaar terugkijk, dan is er wel wat veranderd. Ja, dat geloof ik wel. Dat klopt. En het is inderdaad groter geworden, wat minder persoonlijk geworden. Ja.
ik moet ook zeggen dat het politieke gevoel in mijn beleving ook wat het afnemen is. Het is nu wat zakelijker, het is nu wat meer op de feiten. Ja. Terwijl ik voorheen, in de tijd dat ik met Willem Hooijman, Klaas van de Ketterij, Hans Groenendijk, noem ze maar op, Jan Dilling, dat waren echt mensen die dat waren echt politieke dieren, om het zo maar te noemen. Het politieke betrokken element, op de burger. Ja, maar de mensen nu hebben dat ook wel, maar wat meer het politieke gevoel, idealen. Duidelijk die stip op die horizon waar ze heen wilden. Ja. De partijpolitiek kwam ook vrij sterk naar voren. En ik vond het altijd wel mooi. Dat was echt het uitwisselen van standpunten van partijpolitiek. En dat was toen wat steviger aanwezig dan nu. Het is nu meer wat zakelijk. De feiten op tafel, de dossiers goed kennen en op basis van feiten en argumenten een besluit nemen. Kan ik me wat bij voorstellen. En dat is op zich, natuurlijk is daar helemaal niks mis mee. Maar dat is een feit. Als je dan even meeloopt, dan zie je dat verschil. Ja. En dat is op en zich je was in de gemeente? Middelharnis ben ik begonnen. En daar woon je ook? Ik kom oorspronkelijk uit Oldgensplaat. Oh ja? Een geboren Platenaar. En na mijn trouw ben ik in Middelharnis gaan wonen. Dat is inmiddels ook 30 jaar geleden. Ja, dus dat is ook al een periode. En dat was dus, ik geloof zeker dat er heel wat veranderd is. Ja. Maar gaan we alweer... Toch een beetje politiek. Ja, gaan we niet doen. Nee, gaan we niet doen. Ik had op mijn geheugensteunblaadje keurig u geschreven. Dat moet je niet doen. Maar ik blijf nu jij zeggen hoor, heel koppig. Doe maar koppig. Gewoon, dat zei mijn moeder echt. Ja. En nog steeds ook. Die is 91 nu. Mijn moeder is inderdaad, mijn vader is al even overleden, maar mijn moeder is 91. Tjo. En die woont in de plaat? Die woont nog in haar huisje met de nodige zorg, moet ik wel zeggen, en mantelzorg eromheen. Maar volgt alles nog wel nauwlettend. Ja. En is enorm betrokken geweest altijd en ondanks het feit dat ze oud is, nog steeds eigenlijk wel. Dat is mooi. Fijn hoor. Dat vind ik heel waardevol. Ja. 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 En hoe ben je zo in de politiek terechtgekomen? Ik zou kunnen zeggen met de paplepel ingegeven. Oh. Mijn vader die is ook 25 jaar raadslid geweest in de voormalige gemeente Oldgensplaat. Toen nog, voor de herindeling van 63. Oh. Later gemeente Oost-Vlakke. Ja, ja. En thuis ging het over politiek, thuis was het politiek en ik ben daarin grootgebracht. Maar als jongen riep ik altijd van daar ga ik nooit aan beginnen. Zeggen, en dat lijkt me niks twee voor kanten mij. Op, natuurlijk. Ja. Altijd weg 's avonds en ik begin daar nooit aan, dat soort dingen. Maar dan gaat het bloed toch waar het niet gaan kan. Ja. En, zo ben ik er toch uiteindelijk ingerold. En ook vrij onverwachts. Ik heb de heer Villerius opgevolgd. Ja. En dat was niet tijdens de verkiezingen, maar half in. Dus ik ben vrij onverwacht de raad ingekomen. Onder de bezielende leiding van toen nog fractievoorzitter Klaas van de Ketterij. En zo heb ik het vak geleerd, want het is wel een vak, denk ik. Geloof ik zeker. Ja. Dus het is echt van huis uit. En kan twee kanten uit, want je zegt, voor mij hoeft dat niet. Nee, klopt. Hè, wat je dus vaak ziet, maar... Ja. Ja, dan zie je toch, En ik heb daar geen spijt van. En je gezin? Ik ben gelukkig getrouwd. Ik heb 5 kinderen, waarvan er inmiddels 3 getrouwd zijn. En ik heb 5 kleinkinderen, daar genieten we ook enorm van. Ja. En, toevallig spraken we daar een poosje geleden over met de kinderen van... Hoe hebben jullie dat ervaren? Want ik best vaak weg, ook 's avonds, noem maar op. Maar ik vond het wel heel lief en dat kwam er ook wel oprecht uit dat ze zeiden van je was inderdaad best vaak weg. Maar als het nodig was, dan was je er voor ons. En ik vond dat toch wel, dat ontroerde me ook wel een beetje. Nou, omdat ik zelf wel het gevoel had van ik ben inderdaad wel vaak weg geweest voor de kinderen, voor mijn vrouw. Ja. Die hebben in die zin best een offertje moeten brengen. Maar als je dat dan terugkrijgt van, mooi. Je was er op het moment dat nodig was, dat is dan toch wel, dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. Ja. En, woon je kinderen op Vlakke?
Nee, die getrouwd zijn, één. Eén woont er in Stad en Taringvliet. Ja. Ik heb een zoon wonen in vlakbij Katwijk, Rijnsburg. En een dochter woont in Ede, dus dat is echt ver weg. In onze beleving tenminste. Mm-hmm. Dus, ja, dat is het. En dat zijn ook de twee die, ja, die dan kleintjes hebben, dus onze kleinkinderen. Ja, en die zie je dan niet zo heel vaak. Nee. Dus, nou, troost je, die van ons zijn geboren en getogen in Australië. Ja, dat, dus ja, dat is nog een iets andere echt verhaal. Ver weg. En toen zeiden we, dan heb ik niks te klagen. Maar, nee, maar ze zijn weer terug, hoor. Oh, kijk eens ze zijn aan. Weer terug, ja. Maar nee, ja, dat is niet leuk. Je wil het gewoon... Ja, ik hou graag de boel een beetje bij elkaar. Ja. Gezellig in huis, samen eten aan een grote tafel. En, ja. Ja, ik vind het enorm gezellig, ja, als ze er zijn. Ja. En dat komt gelukkig nog wel voor. Maar ja, het is niet ze vliegen uit, hè? En ze dat is goed. Vliegen uit. Dat is goed. Ja. Ja. Van je gezin gaan we weer naar jou. Gemeentelijk. Ja, je zat eerst in de gemeente hier en toen gemeente Goeree-Overflakke. Ja, niet provinciaal, niet landelijk, nee, gemeentelijk. Ja, 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 heel nadrukkelijk. Ik volg de landelijke politiek op gepaste afstand. Ja. Ik weet er best wel iets van, ja, maar ja, het is niet iets waar ik heel nauw bij betrokken ben. Ik vind juist inderdaad de lokale politiek enorm interessant, omdat het gewoon, ja, ons allemaal aangaat. Mm-hmm. Daar sta je middenin, je kent de mensen, je kent de bevolking. Het eiland is me lief. De diversiteit aan mensen vind ik enorm interessant. Ja. En ja, daar sta je middenin als je in de politiek bezig bent. En je, ja, mag iets betekenen voor al die mensen. Niet alleen voor je eigen achterban, maar ja, voor iedereen. En nu wil ik bijna politieke vragen gaan stellen, hè? Als je dit zegt. Van mij mag dat. Nee, over zondagsrust en zo. Ja, al die dingen. Dat snap ik. Dat, ja, ja. Nou ja, ik heb politiek bedreven vanuit mijn overtuiging. Ja. En ja, de SGP is me ook lief. Ik bedoel, het is een partij die me na aan het hart ligt. Ja. Met alle gebreken van dien, want niks is volmaakt wat dat betreft. Dus dat realiseer ik me ook best wel. Maar ja, dat doe je dan wel vanuit je eigen overtuiging. Ja. En daar komen... Ja, zaken voorbij die principieel van aard zijn, waar, nou, ja, waarin beleefd wordt door anderen van ja, jij legt mij iets op wat ik helemaal niet wil. Mm-hmm. Ja, dat zo ligt dat niet, maar dan gaan we toch inderdaad richting de, ja, politiek. We gaan dat niet doen. Als de kijkers dat willen, dan moeten ze het zelf maar vragen. Ja, ja, we gaan, ja, het, ja, niet doen. Nee, daarom. Nee. Je motivatie om dit werk. Je zegt, ik hou van dit eiland. Dat is mooi. Dat is ik hou ook, ja, van dit eiland. Ja, het eiland is... Ik ben hier geboren en getogen. Ja. En in die zin heb ik iets met mijn geboorteplaats. En, ja, en ik kom uit Oldgersplaat. Als ik daar rondloop, en dat doe ik nog meer dan regelmatig. Ja, dan ben ik ook wel weer thuis. Dat voelt als mijn dorp. Ja. En ik ben trots op ons eiland. En daarnaast, wat ik aangeef, ik hou van mensen. Ik vind het heel fijn om met mensen om te gaan, met mensen te werken. Politiek te bedrijven midden in de samenleving. Ja, ik vind dat echt leuk en fijn. En dat is wat mij drijft. Ja. Iets betekenen voor een ander. Ja, maar van waaruit? Je kan het vanuit je geloof. Ja, dat SGP, speelt daar wel in mee. Hè. Ik bedoel, naast de liefde... dat speelt daar wellicht in mee, maar ik denk dat het ook meer met mijn karakter te maken heeft, ook met een stuk opvoeding. Ik denk dat ook meespeelt. Ik ben inderdaad opgevoed wel met een duidelijke christelijke achtergrond, maar wel met een brede blik. En ik heb een vader en moeder gehad die breder keken dan het eigen kringetje, om het zo, mm-hmm, maar te zeggen. En daar ben ik ze enorm dankbaar voor, dat ik geleerd heb om breder te kijken dan dat. En ook interesse te hebben en ook te luisteren naar anderen. Ook te luisteren naar anderen met andere meningen. Dat, mm-hmm, dat kan enorm rijk zijn. Ja. En dan toch je eigen overtuiging hebben. Maar daar ontbreekt het denk ik ook wel aan. Dat is dat we naar elkaar moeten luisteren. En als SGP-politicus heb ik natuurlijk ook best vaak kritiek gehad. Vaak mensen die iets van je vinden. En wat ik dan zo jammer vind, waarom die mensen niet gewoon persoonlijk naar je toe komen. Dat gebeurt en niet. Zeggen van Kees, ik vind dit of dat, of ik heb dit of dat gehoord. Ja. Hoe sta jij daarin? Wat zit daarachter? Wat bedoel je daarmee? En dat, mm-hmm, gebeurt te weinig. Dat gebeurt wel, maar te weinig. En dan ontstaat er een zeker beeld van
iemand of van een partij. Mm-hmm. Ja, wat in mijn beleving wellicht voor een deel klopt, maar lang niet helemaal, omdat men niet oprecht geïnteresseerd is wat daarachter zit. En wie de mens vooral is die achter die politiek zit. Vind ik jammer. Ja, dat is ook heel jammer. Dat gebeurt natuurlijk over en weer. Nee, over en weer, hè? Want het is niet, dat is inderdaad geen verwijt naar anderen, maar dat is ook een bericht naar onszelf toe. Ja. Van in hoeverre zijn we bereid om naar elkaar te luisteren en oprecht geïnteresseerd te zijn in elkaar. Ja. En we zijn ontzettend geneigd om ons eigen gelijk te blijven. Wij zijn mensen die heel makkelijk ook een stempeltje geven. Hè, van heel kort contact, je hoort iets van een ander. Oké, dan is het dat stempel en zo zal het dan wel zijn. Ja. En gelijk daar een oordeel aan geven. Mm-hmm. Ja, dat is te kort door de bocht, vind ik zelf. Ja. Dat is, en dat wordt de SGP natuurlijk ook verweten. Ja, nou natuurlijk. Zitten we weer in de politiek, maar ik ga toch even... Dat kan bijna niet anders. Nee. Ja. Als je de situatie met Kees van der Staaij en Claudia de Breij toen de tijd. Ja, dat is toch op zich vind ik hem wel heel mooi op zich. Hij was heel mooi. Dat is toch prachtig? Ja, maar hij is later weer kapot gemaakt door die Nashville-verklaring. Ja, maar ook daar zit een verhaal achter. Hè. Hoewel ik begrepen heb dat inmiddels de contacten weer gelukkig. Maar goed, dan je zet dan wel twee totaal verschillende mensen naast elkaar. En die vinden elkaar en die zullen ook alweer een keer verwijderen van elkaar. Maar ik weet zeker dat bij zowel Claudia als bij Kees de intentie aanwezig is om te luisteren naar elkaar en elkaar te vinden. Ja. En ja, daar kan wel iets tussen komen, want de verschillen zijn, laten we eerlijk zijn, best groot. Ja. Dus dat is ook wel de consequentie van met elkaar in gesprek gaan. Mm-hmm. Hè? Dat kan zijn elkaar vinden, maar dan kan er ook een moment zijn dat, dat die verwijdering er is. Maar dan heb je het wel geprobeerd. Precies. Ja, en dat is... Dat is mooi. Ik ben ook op Twitter altijd niet echt actief, maar ik lees het wel. Ik volg je wel. Je volgt mij. Ja, ja. Oh, dat is waar. Ja, dat is zo. Dat is waar, ja. Nou, daar zie je zoveel polarisatie, hè? Daar zie je inderdaad... Maar ik zie dat je daar ook op reageert. En dat je ook juist als die tegenstellingen zo keihard neergezet worden, daar zie ik je op je reageren. Dat vind ik wel mooi. Het is zo makkelijk om de tegenstellingen neer te zetten en de verschillen uit te vergroten. Ja, ja. Ga eens op zoek naar wat ons bindt. Ja. Ja. Dat is moeilijk, hè? Ja, maar ook heel mooi. Ja, is het ook. Ik denk dat ik ook zo in elkaar zit. Ik denk dat het toch het beste is. Ik mag 52 jaar meelopen. Toch zijn dat lessen die ik geleerd heb van, mm-hmm. Zoek elkaar, zoek de overeenkomsten en ga met elkaar in gesprek. Ja. En ja, natuurlijk zullen er verschillen blijven. Natuurlijk zijn er karakters die botsen. Natuurlijk zijn er mensen die lastig door één deur kunnen. Maar doe in ieder geval je best. Ik las een weekenduitgave van het RD over transseksualiteit. Ja. En de titel vond ik heel mooi. Tussen de meningen zit een mens. Nou, daar gaat hij, hè, precies. Ja, die vond ik mooi, precies, die titel. Het was een heel mooi, genuanceerd artikel. Ja, ja. Dat hoe je er ook over denkt... Ja. Het gaat wel om mensen. Hè? Ja. Ja, precies. Ja, en dat was... Ja. Ik vond de titel zo mooi. Ja, ja. Gewoon... Ja. En dat vergeten we wel eens. Nou, precies. Ja. Ja, dat is ook zo. En op het moment dat je dat vergeet, dan ga je mensen beschadigen. Dan ga je mensen kwetsen. En, dat kan nooit de bedoeling zijn. Nee. Maar het is heel moeilijk om een mening te hebben en een ander niet weg te duwen. Ja, dat is lastig. Ja, dat is heel lastig. Dat is het moeilijkste wat er is, denk ik. Maar ik vind het mooi als je er zo over denkt. Ja. Hè, elkaar in je waarde laten. Ja, precies. Ja. Ja. En nou ga je stoppen. Ja, dat is wat. Ja, dat is voor mij ook best een hele stap. Zo. Na zoveel jaar. Het is onderdeel van je leven geworden. Ik was ongeveer 30 toen ik begon. Ik ben nu 52. Ja, dat is de beste periode van je leven bijna geweest. Dat je inderdaad met de politiek bezig geweest bent. Ja. En dan daar een streep onder zetten. Het is goed geweest, vind ik zelf. Ik heb ook wel rust op die beslissing die ik genomen heb, al langer geleden. Want dat heeft ook te maken met de baan die ik krijg. Ja, bij de woningcoöperatie. Ja.
En heeft ook al te maken met het feit wat ik net al schetste, van ja, privé vraagt het ook best een behoorlijk offer. Mm-hmm. Ja, ook dan is het goed geweest om meer thuis te zijn, ja. Om leuke dingen te doen samen met het gezin. Mm. Wat hobby's op te pakken die ik gelukkig ook nog heb, maar waar ik te weinig naartoe kom. Ja, dat wil je weten, hè? Ja. Ja, dat draai je nooit. We gingen toch vliegeren? Nee, dat weer net niet. Nee. Wat ik heel graag doe, is het opknappen van oude meubels. Oh ja? Het liefst ga ik met mevrouw op pad om meubeltjes in te kopen, kasten vooral. En wat zijn oude meubels? Antieke of jaren 50? Ja, een beetje in de Biedermeijer sfeer. Echt waar? Ja, dus die, en dan het liefst kasten die kapot zijn en die opgeknapt moeten worden. En die haal ik uit elkaar, die repareer ik. En ach, wat leuk. Daar maken we iets moois van. En dat doe ik enorm graag. Daarnaast fietsen doe ik graag. Ik lees graag, dus ja, ik heb best nogal wat knutsel graag, want dat. Wat is je opleiding eigenlijk? Ik heb een bouwkundige opleiding, dus ik ben een techneut. Maar ik heb me ook wel, ik heb ook een opleiding gevolgd op het gebied van management en organisatie. Dus daar heb je weer het coachen met mensen omgaan, noem maar op. Dus ik moet zeggen dat mijn hart meer ligt in het management dan direct in de techniek. Ik ben meer iemand die met mensen omgaat dan een echte techneut wat dat betreft. Ja. En je denkt dat je daar nu echt meer tijd voor gaat krijgen? Ja, je moet al een einde gaan breien aan dat, dit gesprek. Ja, dat denk ik wel. Want je gaat bij de woningcorporatie werken? Ja, daar werk ik al. En daar krijg ik nu in de nieuwe corporatie, na de fusie, krijg ik daar de functie van manager vastgoed. Cool. Dus dat is best een redelijke functie die ook weer wat van me vraagt. Maar die wel hoofdzakelijk overdag plaatsvindt. Dus ik denk dat ik wel meer tijd krijg. Dus dat ga ik dat is mooi. Zinvol besteden. En het is weer een dienstbare... Ja. Je gaat je weer dienstbaar opstellen. Ja, woningcorporatie is ook midden in de samenleving. Ja. Is met mensen, met huurders. Soms kwetsbare huurders. Mensen die niet zelfstandig in een woning kunnen voorzien. Dus ja, daar hoop ik ook mijn steentje aan bij te dragen. Dat die mensen, die het misschien wel moeilijker hebben dan heel veel anderen, een goed thuis hebben. Ja. En een mooie woning hebben om in te wonen. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. En ik vond het een heel leuk gesprek. Ja, dat is wederzijds. Ja, nou kijk. En misschien kom je nog eens een keer terug. Je mag het vragen, dus wat dat betreft in ieder geval ben ik er altijd toe bereid. Heel veel succes. Graag gedaan. En heel hartelijk bedankt. Dankjewel. Dit was de huiskamer. Wilt u zelf een keer komen of kent u iemand die iets leuks te vertellen heeft of iets ernstigs mag ook? Dan kunt u ons mailen huiskamer@gmail.com. De huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. En afleveringen kunt u terugkijken op onze website www.huiskamervanflakke.nl. Tot volgende keer.